Ik wilde al een video gaan maken over hoe je geld kunt besparen op je boodschappen. Want we zien alles om ons heen duurder worden. Maar we merken dat vooral heel erg goed bij onze boodschappen. En mijn idee voor die video was om eenmalig 100 euro apart te leggen. Om op die manier te besparen op je boodschappen. Maar toen kwam ik een artikel tegen op RTL Nieuws. Over iemand die 2000 euro per jaar bespaart op zijn boodschappen. Dus laten we alle informatie combineren en kijken hoe je flink kunt besparen op je boodschappen. En dus beginnen met deze video. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. In deze video gaan we dus niet praten over aandelen of over crypto, maar juist over boodschappen. Op dit moment vinden veel mensen beleggen ook niet interessant. Misschien vanwege de dalende koersen, maar misschien ook wel omdat ze juist meer geld kwijt zijn. Aan hun vaste lasten, aan hun boodschappen. En er dus automatisch ook minder geld overblijft om te beleggen. Laten we daarom beginnen met te kijken naar het nieuwsbericht waar ik eerder over had. Over hoe je geld kunt besparen op die boodschappen. En een paar dingen die daarin opvallen. Het eerste wat natuurlijk opvalt is eigenlijk al meteen in de titel. Uh, is het bedrag van 2000 euro per jaar. Geeft in ieder geval aan dat er potentie is om in ieder geval veel te besparen op je boodschappen. Wat we ook lezen is dat hij daadwerkelijk aanmerken koopt en niet zozeer huismerken. Want we weten allemaal, door huismerken kan je gewoon. Ja, is het gewoon ben je minder geld kwijt. Aan hetzelfde type product. Het is natuurlijk niet helemaal dezelfde smaak vaak. Maar het is in ieder geval uh, wel zo dat hij zijn boodschappen doet, zijn besparing doet op aanmerken. En wat we helemaal onderin lezen, is dat het wel belangrijk is. Deze persoon is er heel veel tijd aan kwijt. Maar dat is eigenlijk niet, ja, dat moet je eigenlijk niet willen. Door heel veel tijd erin te investeren had je het ook op een andere manier geld kunnen verdienen. Dus het is eigenlijk een combinatie. Je moet iets vinden van niet te veel tijd, maar toch optimaal kunnen profiteren van aanbiedingen door geld te besparen. En daarom wil ik in deze video gaan kijken naar twee onderdelen. En ik zal naar de rand trouwens nog een extra tip geven. Maar het eerste onderdeel, dat zijn de vers producten. En hiermee bedoel ik eigenlijk alle producten die dus vers zijn, die misschien niet langer dan een week houdbaar zijn, die je in de koelkast moet bewaren waarschijnlijk. En ja, het vers product, zeg het al, je moet het eigenlijk vers hebben, dus je kunt daar niet een onbeperkte voorraad van doen, want dat heeft geen zin. Na één week is het waarschijnlijk dus niet meer vers. Dus je kunt geen grote voorraad aanleggen en op die manier dus eigenlijk je voordeel behalen. En hetgeen wat hier denk ik heel belangrijk is bij vers producten, is juist een maaltijdplanning, een planning maken van wat jij de komende week waarschijnlijk gaat eten. Maar dat is ook iets wat uh, hij in dit, uh, in dit artikel vertelt. Hij kijkt gewoon naar de aanbiedingen van de komende week. En gaat dan bijvoorbeeld ook kijken naar wat kan ik de komende week eten. Wat is er in de aanbieding? Aan de ene kant kun je op die manier dus besparen door maaltijden samen te stellen van producten die al in de aanbieding zijn. Maar aan de andere kant is een maaltijdplanning ook gewoon heel gemakkelijk. Omdat je dan ja, je planning hebt. Betekent niet dat je op het laatste moment nog moet denken van wat ga ik vandaag eten. Dan zul je eraan komen dat je niet zoveel tijd hebt. Als je niet zoveel tijd hebt, ga je voor gemak. En voor gemak betaal je gewoon. Dat betaal je voor in de supermarkt als je kant-en-klaar maaltijden koopt. Maar dat betaal je ook voor wanneer je eten gaat afhalen of laat bezorgen. Dus juist denk bij versproducten dat het belangrijkste is dat je een planning maakt van de maaltijden die je de komende week gaat eten. En daarmee komen we aan bij het tweede onderdeel. En dat gaat juist over de houdbare producten. Dus alle producten die eigenlijk buiten de koelkast en buiten de vriezer bewaard kunnen worden. Dan kun je dus denken aan houdbare etensproducten. Zoals rijst of pasta. Maar zeker ook aan producten zoals deodorant, shampoo of wasmiddel. En over dit onderdeel wil ik dus eigenlijk eerst die video gaan maken. Want ik denk dat het heel makkelijk is om eigenlijk geld te besparen. Als je eenmalig 100 euro apart legt, bijvoorbeeld. en juist die 100 euro gebruikt om. Gebruik te maken van goede aanbiedingen van houdbare producten. Dat je dan al dus in de aanbieding koopt en op, dat, op die manier dus eigenlijk een flink voordeel uh, hebt door juist je voorraad alvast uit te breiden. En ook voor dit onderdeel lezen we enkele tips in het artikel. Zo lezen we bijvoorbeeld een zin dat de aanbiedingsprijs de echte prijs is voor deodorant of voor shampoo. Dus je moet eigenlijk nooit een product in deze categorie kopen als het niet in de aanbieding is, omdat je dan gewoon zeker weet dat je veel te veel betaalt. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om te kijken naar de verschillende type aanbiedingen. Als je dit eenmaal een tijdje bijhoudt, dan zul je merken dat er bijvoorbeeld... Af en toe een aanbieding komt voor tandpas. Ik noem het maar voor 2 plus 2 gratis. Dan heb je in ieder geval vast 50% korting. Maar ik weet bijvoorbeeld dat van mijn merk er ook regelmatig 5 voor 5 euro is. En dan kan ik veel meer besparen. Dus natuurlijk is het goed om die 2 plus 2 te doen. Want dan heb je 50% korting. Maar ik weet ook dat er regelmatig een aanbieding komt. Waarbij ik dus nog meer kan besparen. En een tip die we ook lezen, is natuurlijk: dit zijn producten. Dit zijn houdbare producten. Waar je makkelijk een voorraad van aan kunt leggen. Dus ga na. Hoeveel heb je nodig in een bepaalde tijd? Uh, hoeveel tandpasta gebruik je in de maand? Hoeveel andere producten gebruik je in de maand? En bereken dan hoeveel je nodig kunt hebben of hoeveel ruimte je hebt om een voorraadje aan te leggen van een paar maanden. Want dat is ja, helemaal niet erg, deze producten zijn zoals gezegd. Houdbaar. En ik denk dus op dit onderdeel dat je ook zeker meer geld kunt verdienen door 100 euro apart te leggen om aan je boodschappen uit te geven dan 100 euro apart te leggen om te investeren. Het rendement op boodschappen op deze manier is veel hoger. Er zit alleen één nadeel aan. Je kunt niet oneindig een voorraad blijven aanleggen. Ja, dat kan wel, maar dat is niet verstandig. Het is, heeft geen nut om voor 1000 euro gezondheidsproducten, houdbare producten apart te leggen. Dus ja, dat voordeel heeft beleggen dan wel, maar in ieder geval die 100 euro op dat bedrag denk dat het al heel veel scheelt in de uitgaven die je doet de komende tijd. En ik zal zo meteen nog een extra tip geven, ook een tip die ik zelf regelmatig toepas. Maar met het geld dat je nu bespaart met deze tips zou je dus wel geld over kunnen houden om te gaan beleggen. En ben je dan nog op zoek naar een goede broker, kijk dan naar de Giro of naar Bugs. En links om gratis een account te openen vind je onder de video terug. Maar nu dus die extra tip waar ik het over had. En die tip is, ga naar Duitsland. Want dat is ook iets wat heel veel Nederlanders doen, is juist naar Duitsland gaan. Onder andere vanwege de brandstofprijzen, maar zeker ook om je boodschappen te doen. Dit doe ik bijvoorbeeld zelf ook. Dan rijd ik naar Duitsland, denk ik daar meteen, doe ik een boodschappen bijvoorbeeld bij de DM, een drogist... Dit is een drogist die je kunt vergelijken zeg maar, een beetje met de kruidvat. Alleen het verschil is: waar de kruidvat bijvoorbeeld in Nederland producten in de aanbieding heeft voor een bepaalde prijs, zul je zien dat de DM zonder aanbieding al vaak dezelfde prijs heeft. of zelfs nog goedkoper is. Kijk bijvoorbeeld: op dit moment een aanbieding van dorfdeodorant. In Nederland bij de kruidvat 2 plus 2 gratis, oftewel 4 stuks voor 7,80 euro. Bij de DM in Duitsland is de standaardprijs voor 4 stuks al 7,80 euro. Dus daar heb je geen aanbieding nodig. Om in ieder geval een flinke besparing te hebben. Of kijk bijvoorbeeld naar Zilet scheermesjes. Hier in Nederland op dit moment 10 stuks voor 39 euro in de aanbieding. En bij de DM heb je er al 12 voor 33 euro. Oftewel meer mesjes voor minder geld. En dat is dus ook buiten een aanbieding om. En het kost je misschien dan af en toe een paar uur tijd, maar je kunt op deze manier wel flink besparen. En zelfs als je boodschappen gaat doen in Duitsland, kun je op deze manier ook zeker je benzinegeld terugverdienen. Maar dat zijn dus eigenlijk de tips die ik ben tegengekomen in dit artikel of die ik zelf heb. Heb jij zelf nog tips om te besparen op je vaste lasten, op je boodschappen? Dingen die jij zelf doet om de kosten laag te houden. Deel ze ook vooral via de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video? Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik op abonneren om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.